Wie vanochtend op de A27 langs het kunstwerk The Big Funnelman kwam, zag dat er iets veranderd was. Het kunstwerk had kleren aan. Het is echt gewoon een ludieke actie eigenlijk om gewoon eigenlijk in eerste instantie aandacht te vragen voor die lokale winkelier, zeg maar in dit geval dan de modewinkelier die dus echt elke dag aanwezig is in zijn zaak om er gewoon succes van te maken. Het tweede is eigenlijk een statement richting de grote ketens. Er zijn ook heel veel misstanden geconstateerd, zeg maar, bij grote modeketens. Denk je er wel eens over na als je kleding koopt? Niet echt, nee. Ja, alleen bij schoenen soms, bij Nike's bijvoorbeeld, maar anders niet. Ik koop kleding, maar ik ga de winkels af en ik wil iets leuks zie daar kopen. Nee, op het moment dat ik het koop niet, maar als ik het op tv zie wel. Het beeld van Atelier van Lieshout, wat daar zeg maar eigenlijk eind van de straat hier ligt, dat beeldt eigenlijk ook massaconsumptie uit. Je heeft zijn trechter en via die trechter komt eigenlijk alles zomaar binnen als massaconsumptie bij de consument. En daar schop ik wel graag tegenaan, zeg maar. Ja. Hoe lang zijn jullie bezig geweest om de Big Funnelman aan te kleden? Ja, dat duurde anderhalf uur. Ja. Dus dat was eventjes rennen en om je heen kijken of er niemand aankomt natuurlijk. Dan komen daar grote vrachtwagens langs met xenonlampen en die kijken je dan echt aan. Maar om te zorgen dat iedereen om de grap kan lachen, is de kunstenaar van Atelier van Lieshout wel even geïnformeerd over de actie. Ze moesten er heel hard om lachen, dus ze zijn ook we zijn heel erg benieuwd hoeveel reacties hierop gaan komen. En het beeld is niet eigendom van ons, we hebben het beeld wel gemaakt, zeiden ze. Het is eigendom van de gemeente Breda. En aan de eigenaar is toegezegd dat het kunstwerk woensdag weer netjes uit de kleren gaat.